هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel mensen, hier zijn we weer met een nieuwe video, dames en heren. Nou, welkom allemaal op onze kanaal. Ik ben Brahim en dit is... Bilal. En dit is Bilal. Samen maken video's. Bilal die heeft het syndroom van Down, die is gehandicapt. We bezoeken allemaal bekende Nederlanders en deze gozer zorgt voor heel veel humor. Je zou denken dat hij een rode neus nodig heeft, maar deze gozer heeft geen rode neus nodig. Is geen clown, maar hij gedraagt zich wel als een clown. Ja, dit wordt een andere soort video dan ik eigenlijk verwacht had. Jullie hebben nu natuurlijk al iets langer dan een week hebben jullie geen video gezien. Maar het heeft eigenlijk met meerdere redenen te maken. Dus ik dacht, ik ga jullie in ieder geval kort over vertellen. Het wordt ook geen lange video, zoals jullie van ons gewend zijn. Zoals je ziet, ik lijk een beetje op Kanye West. Hij is gelukkig is het al wat minder geworden, maar ik heb twee verstandskies eruit laten trekken. En de onderste... heb ik nu echt al een week last van. Ik heb dus echt een week nokkie gelegen op mijn bed. En twee andere redenen, die vind ik eigenlijk vele malen belangrijker. Ongeveer een week geleden moest Bilal zijn oren laten uitspuiten. En daarvoor moest hij dus naar het ziekenhuis. En dat ging niet helemaal goed, hè? Nee, hè? Dus dat brengt een hoop emotie met zich mee. Het is uiteindelijk niet gelukt. Ze hebben echt van alles geprobeerd om het te doen, maar het is niet gelukt. En daar werd hij zo agressief van en zo boos. Tenminste, agressief is niet het juiste woord, maar die spanning bracht zoveel met zich mee. Dat hij uiteindelijk in conflict kwam met een medewerker. En die medewerker heeft hij dus geslagen. Maar het bleef niet bij eentje, maar toen kwam de tweede en er kwam ook nog derde bij. Dus deze gozer denkt dat hij een beetje kung fu doet of zo. Maar dat bracht echt heel veel emotie met zich mee. Dus hij is echt lang boos geweest. En daardoor hebben we eigenlijk de afspraak. Op het moment dat het daar niet goed gaat, dan kan ik hem wel meenemen naar huis. Maar is dat dan wel goed? Dus je moet wel zorgen dat hij bij mij goed gedraagt. Maar ook daar, de woning waar hij dan zit. Zodat hij altijd wel binnen de lijntjes werkt. En natuurlijk zijn we allemaal wel eens emotioneel en zo. Maar dit ging net iets te ver. Dus in samenspraak met de instelling... hebben toch voor gekozen om hem dan in het weekend niet naar mij toe te laten komen. Dat is echt een hele lastige keuze, want je wil hem niet iets ontnemen. Hij kijkt er de hele week naar uit. Ja, en op dat moment dat niet gebeurt, is dat gewoon echt vreselijk. Zoals jullie weten, ik doe het echt naar eer en geweten, dus ik doe echt mijn best. Ik hoop dat ik daardoor de juiste besluit neem, maar het maakt het niet makkelijk. Ja, en uiteindelijk hopen we dat hij daardoor... wat beter zichzelf kan inhouden. Maar dat betekent ook dat de medewerkers ook kijken naar zichzelf. Van oké, heb ik het wel goed aan gedaan? Had ik het niet anders moeten doen? Dus we moeten allemaal op onze eigen manier kritisch naar onszelf kijken. Dat is punt 2. Punt 3. Ja, waar we ook tegenaan lopen is dat Bilal al voor de vierde of vijfde keer in quarantaine moest. Dat is echt niet fijn. Want elke keer dat er een stukje verkoudheid, en we hebben het allemaal wel eens dat het een beetje snotterig zijn of wat dan ook. Ja, dan denken we meteen aan corona. Ja, en dit is niet anders. En als je in een woning zit met meerdere medewerkers en meerdere cliënten, meerdere jongeren, dan moet iedereen eigenlijk meteen zijn kamer in. Ze moeten direct getest worden. Ja, dan moeten ze minimaal een dag op hun kamer blijven. En dat brengt heel veel stress met zich mee. Brengt heel veel emotie met zich mee. Want laten we eerlijk zijn, als je zelf... in je kamer de hele dag moet blijven. Je mag niet naar beneden, je kan er gewoon niet uit. Nou, kan je een beetje voorstellen wat dat met jou zou doen? Laat staan iemand die het syndroom van Down heeft. Iemand die gehandicapt is. Want voor hem is dat echt niet gemakkelijk. Dus al deze dingen, hè, en ik ben nog met een aantal andere dingen bezig. Dat zorgt ervoor dat mijn hoofd best wel vol zit. Dus ik vind het dan moeilijk om zeg maar video's te blijven maken. Maar ik dacht ook van oké, ik laat jullie niet zomaar 2 weken zitten. Dus ik ga mezelf opladen. In die zin dat ik dit allemaal een plekje ga geven. Zorgen dat ik weer ga revalideren. Dat ik weer snel beter word. Inshallah. En dat we dan weer de hoort op kunnen. En dan kunnen we gewoon weer ouderwets toffe video's maken.
We weten niet hoe lang dit gaat duren. Misschien tot de zomer, misschien niet. Ik geloof alles wat van God komt, is van harte welkom. Ik geloof altijd dat er een goede reden achter zit. En ook hierin moeten we vooral aan elkaar denken. Je ziet dat we dat dit ook een hele moeilijke, lastige situatie is. Maar we komen eruit en uiteindelijk, hij zit hier op mijn schoot. En ik zeg eerlijk, Ola is echt zorgzaam. Hij helpt me, hij is wat rustiger dan normaal. En je ziet ook aan hem dat hij nu wat rustiger is, omdat hij gewoon het energie voelt, zeg maar. Dus ik dacht, ik laat jullie hier in ieder geval vanaf weten. Of niet binnen. Krijg ik een kusje? Mag ik een kusje? Hij durft. Hij denkt dat het aan deze kant is. Ja, mensen, maar ik beloof jullie, er komen nog zat afleveringen aan met koken, met Bilal. Er komen topgasten komen eraan. Er komt met een artiest, komt er wat diks aan. Ik heb hem over mijn Instagram heb ik al laten zien. Dus er komen echt wel een paar echt hele vette dingen aan. Zorg dat je gaat abonneren. Zorg dat je ons gaat volgen op Instagram, op TikTok, op Snapchat. Overal op. En dan gaan we er iets moois van maken. Nou, Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte. Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. Liefde. Liefde. En wij zeggen altijd. Showtime. Positief tijd. En dan wil ik echt een dikke knuffel, jongen. Echte broederknuffel. Nee, een echte knuffel. Ja. Oh ja. Even knuffelen. Ja. Oh, wat voelt het lekker. Heerlijk. Aarde? Aarde. Aarde voor ditje. Love.